werkdag zit erop. Het was een lange werkdag. Een intensieve werkdag, maar wel lekker. Heb ik koffie gezet voor mezelf. Ik heb net gegeten. We hebben heerlijk... wat was het ook alweer? Oh ja, curry gegeten. Had mijn moeder gemaakt. Super lekker. Vanavond is mijn tante jarig. Tante Ko, dat is de zus van mijn moeder. Die hebben jullie in een vlog, als het goed is, wel eens voorbij zien komen. Volgens mij toen ik naar de kringloopwinkel was. Voor die kerstdingen. Ik heb nog zo'n spierpijn in mijn armen, jongens. Dus ik doe het even leunend op de stoel. Dus daar ga ik vanavond naartoe. Morgen ook leuk, want morgenavond ga ik naar mijn zus en mijn zwager om weer dingen voor de bruiloft voor te bereiden. Dat, dat komt langzaam maar zeker dichterbij. Zondag ga ik nog even bij een vriendin langs. En eigenlijk zijn dat de vaste plannen voor het weekend, maar er komt vast nog wel hier en daar iets voorbij. Dus ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Nu ga ik lekker even mijn bakje opdrinken en ik neem jullie wel mee naar Tante Ko, maar ik weet nog niet of ik daar ga vloggen. Het ligt een beetje aan, er zijn natuurlijk ook allemaal andere mensen en zo. Maar misschien kan ik daar nog wel even vloggen. Dus jullie gaan in ieder geval even mee. Zo, inmiddels in de auto onderweg. Daar is mama. Die gaat even tanken voor me. En dat moet speciaal bij dit tankstation. Ik weet niet of je daar ziet. Argos heet het, geloof ik. Want dan krijg je zegels waarmee je autootjes kan sparen. En dan moet tante aan de bak natuurlijk. Dus dat doe ik graag. Voor Tim. En dan kan die leuke autootjes... ik denk dat dat het is. Voor als die wat ouder is. Oh, er komt even een bus langs. Hallo bus. Daar gaan we. Kijk. Modelautootjes. Nou, daar gaan we dus voor sparen. En daarom moeten we even hier tanken. Maar goed, ik moest toch tanken. Dus dat maakt in principe niet uit. Zo, ik ben weer thuis. Het was gezellig met Tante Ko. Maar druk. Dus ik durfde niet zo goed te vloggen. En ik weet dan ook niet of die mensen dat allemaal leuk vinden en zo. Dus dan kies ik er toch voor om dat niet te doen. Zet jullie even neer. Kan ik even mijn jas uittrekken? het was super gezellig. We hadden leuk, ze wilden graag een nieuwe ochtendjas, dus die hebben we met z'n allen voor haar gekocht. En nog een pyjama / huispak erbij. Ze was er helemaal blij mee. Dus dat was leuk. En nu is het bij 11, geloof ik. Dus ga ik zo slapen en dan zie ik jullie morgen weer. Tot morgenmiddag. Het is zaterdag en het is inderdaad al middag. Ik heb lekker uitgeslapen vanochtend. Heb gedaan wat ik moest doen en nu ben ik klaar voor de dag. En overdag zal dat niet zo heel veel zijn. Ik wil nog even boodschappen doen zometeen. En ik moet de video voor morgen editen. De weekvlog. Dus dat ga ik doen. En vanavond zal ik het meeste vloggen van vandaag. Want ik ga natuurlijk naar mijn zus en mijn zwager voor bruiloftsvoorbereidingen. En wie is de mol? En zoals jullie wel weten vinden zij het ook allebei leuk om te vloggen. Of om in de vlog te zijn. Dus ik denk dat ik vanavond het meest ga vloggen van vandaag. Ik heb net lekker gedoucht en gedaan. En ik ga eens even kijken wat ik ga lunchen vandaag. Ik heb avocado's gehaald, dus ik denk dat ik daar iets mee ga doen. Ik moet nog even kijken wat. Maar ik laat zo wel even zien wat het is geworden. Nou, het is iets anders geworden dan gewoon mijn boterhammen. Want dat is voor de week. In het weekend wil ik dan weer iets anders. Ik heb een avocado en daarbij rauwe ham. Die is van de Lidl. Dat is echt hele, het heet ook flinterdunne rauwe ham. Nou, dat is het ook, want dat hele pakje is maar 100 gram. Ik weet nog niet of ik het helemaal ga opeten, maar lekker. Bakkie thee erbij en ga. En ondertussen ga ik even verder met kijken naar... Sof, want ik had een Videoland abonnement, maar via KPN. Nou echt, doe het niet. Het is echt één groot, eigenlijk een beetje oplichterij vind ik. Want je krijgt niet het hele aanbod van Videoland. Alleen, KPN zegt alleen waar Videoland toestemming voor geeft, dat KPN het mag doen. Zoeken is heel irritant. Het is echt, ugh. Dus ik heb die opgezegd en ik heb gewoon zelf een Videoland abonnement genomen. En nu ben ik aan het kijken
naar... Ik moet alleen even kijken op dit toe. Even wachten hoor. Even kijken, verder kijken. Ja, naar... Soap. Echt een superleuke serie. Dus ik ga lekker even eten en ondertussen genieten van Soap. Zo, inmiddels weer wat uurtjes verder heb ik geëdit en lekker Soap gekeken. En mijn lunch gegeten. Maar dat ga ik volgende keer gewoon weer met brood doen. Want ik vind het toch niet zo heel erg lekker om alleen avocado en ham te eten. Was wel lekker, maar ik eet liever een boterham. Ik heb ook het idee dat dat meer vult of zo. Deze gaat terug naar mijn moeder. Voor een nieuwe voorraad granola die heb ik gekregen. Die staat daarachter. Het is nu 4:05. Ik ga even afwassen. En dan komt, ik hoop dat jullie me horen met die kraan, maar ik vermoed van wel. En dan komt Roy om rond half zes even naar me toe. Om me op te halen. Niet dat ik niet zelf naar hun toe kan, want het is hier praktisch om de hoek. Maar, wat zou ik zeggen? Mijn laptop moet even mee, omdat we een aantal dingen even op de laptop moeten doen vandaag. Voor de bruiloft natuurlijk. Dus mijn laptop moet even mee. En dat vind ik toch wel een gedoe om die zelf mee te nemen. En ik ben ook als de dood dat het kapot gaat dan. Dus daar komt Roy me even mee helpen. En dan eet ik daar lekker. Nou, hij zei al dat ze kippensoep had gemaakt. Dus nou, heerlijk. Daar heb ik wel heel veel trek in. Ik heb zo'n app waarin ik mijn calorieën bijhoud per dag. En had ik gelijk even opgezocht natuurlijk, kippensoep. Maar dat is echt verbazingwekkend weinig. Zelfs met vermicelli erin en zo valt het me echt reuze mee. Nou, dat is alleen maar mooi. En dan vanavond lekker mist. En toen was mijn batterij leeg. Maar goed, de afwas is inmiddels gedaan. En ik ga nog even wachten tot Roy er is en dan zie ik jullie bij Laura. Nou, inmiddels ben ik er al een poosje. Vergeet ik nog te vloggen. Hi allemaal. Je moet even een stukje zakken, want... Hi allemaal. Ja, zulke lange armen heb ik niet. We zijn er weer. We hebben lekker gegeten. Wat hebben we gegeten? Kippensoep met ratatouille. Ja, en wat dat is? Dat had ik even moeten filmen. Zo stom. Kan je even vertellen wat het is? Nee, dat zien jullie wel in een andere vlog. Dan ga ik het met mijn zus maken. Dan maken we... Oh, dan gaan we het een keer samen maken. Dat is leuk. Ja. Extra video komt eraan. Superleuk. Nou, houden we het nog even geheim. Yes. En wat gaan we nu doen? De voorbereidingen voor de bruiloft. Ja, spannend. Dus ik ben net aan mijn werk, net even gegeten. En dan gaan we nu even de voorbereidingen doen. We laten ze ook nog wel even wat zien. Ja. Is toch? Goed. Mogen ze een klein beetje iets zien? Ietsjes. Ja? Maar okay. Dan wil ik wel een leuke reactie eronder. Nou kijk, we gaan ons best doen. Yes. En nu tijd voor een bakje koffie. Goed idee. Nou, toedeloe. Gaat het? Beest, met jou? Ja, ook goed. Zijn we goed bezig? Ja, zeker. Ze zijn al een heel hoog. Kunnen we al een sneakerpiekje geven? Ja, doe maar. Van het scherm? Van het scherm, doe maar. We zijn nu bezig hiermee. Even snel. Zo. Ideeën zijn er in overvloed. En we zijn eigenlijk al best ver met wat we allemaal al geregeld hebben. Dus, we gaan nog even door. Zo. Nou, we zijn al een eind op weg. Maar we lasten even een break in, want... de mol gaat zo beginnen. Dat moeten we natuurlijk niet missen. En dan ben ik stom geweest, want ik ben het molboekje vergeten. Nou ja, dan moet ik hem morgen nog maar even in de herhaling kijken en dan meeschrijven. Dus we gaan helaas, het zien. Een van mijn mollen is eruit. Dus geld of punten verloren. Maar goed, mijn andere twee en mijn grootste mol, Rick Paul, zitten er nog in. Of zit er nog in. Het was wel weer een superleuke aflevering. Kijk alweer uit naar volgende week. Ik ben alweer een poosje thuis. Het was super gezellig bij Laura en Roy. Lekker kippensoep gegeten en ratatouille. Maar dat gaan jullie nu een keer in een extra video zien. Als Laura en ik het samen gaan maken. En nu is het tijd om naar bed te gaan. Tot morgen. Hele goede morgen. Nou, ik weet niet wat ik heb de laatste tijd, maar slapen dat ik doe? Het is 9:50. Ik ben er net uit. Ik ben ook echt net wakker, tenminste... Ik was al eerder een keer wakker, om 7:00. En toen dacht ik, ja dag, gaan we niet doen. Dus toen ben ik weer in slaap gevallen. En toen dacht ik, nou, 9:30 ga ik eruit.
Nou, niet dus. Maar goed, ik zal het wel nodig hebben, denk ik. Ik ga even lekker een ontbijtje maken voor mezelf. Zo, wat een relaxed dag vandaag weer, zeg. Het is nu 2:50. Ik ga even langs een vriendin en dan even boodschappen doen. En met dat laatste neem ik jullie even mee. Want dan hoop ik dat ik een beetje in de supermarkt kan vloggen. Want ik denk dat het tegen die tijd op zondag zal het dan niet zo heel druk zijn. Dus dan gaan jullie mee en dan zie ik jullie weer in de supermarkt als het goed is. Zo, ik ben weer terug. Het was me toch iets te druk in de Hoogvliet om te vloggen. Maar goed, ik heb boodschappies gedaan. Ik ga even een lichtje maken. Oeh, zo. Dat is beter. Boodschappies gedaan. Wat heb ik gehaald? Ik heb Yakult gehaald, want dat neem ik altijd. Maar ik heb toch de light variant gehaald. Ik dacht dat die zoveel duurder was dan de gewone variant. Maar ik had natuurlijk weer verkeerd gekeken. Ik had de grote verpakking met een kleine verpakking vergeleken. Ja, dan. Nou, in ieder geval, deze is light. Dus ja, als het net zo goed helpt voor waar het voor bedoeld is. En dan neem ik voortaan gewoon deze. Groene thee en gewone thee met fruitsmaak. Ik ben heel erg van de thee tegenwoordig. En deze, ik weet niet of ik hem lekker vind, maar ik was er zo nieuwsgierig naar. Thee met banaan. Volgens mij is het niet lekker, maar ik kan dat soort dingen dan toch niet laten staan. Hè? Dan moet ik gewoon weten hoe het proeft. Twee netjes mandarijnen. Weer een halfje brood. Het andere halfje is nog niet op, maar in de vriezer kan het toch geen kwaad. En heb ik voor vanavond lekker wokgarnalen gekocht met knoflookolie. En daar doe ik dan avocado en ik heb nog paprika, komkommer, dat soort dingen bij. Want deze kan je heel makkelijk ook gewoon zo eten. Die hoef je niet te wokken. Die kan je ook gewoon lekker, ja, rauw is het rauw, denk ik niet. Maar gewoon zo eten. Dus dat ga ik lekker doen. En dan nog een fles cola. Nou, dat waren de boodschappen. Nou, het is echt een mega bord vol. Want er lag nog meer op, want ik was natuurlijk alweer begonnen. Maar het is wel echt heel lekker, die knoflookgarnalen. En ik heb er dan olijfjes in water doorheen gedaan. En komkommer. En paprika. En augurk. En dat was het volgens mij. Echt super lekker. Dus ik ga nog even door eten. Oh, en ik heb de avocado er toch maar niet doorheen gedaan. Want dat is best wel veel calorieën, zeg. Ik weet wel dat het ook wel gezond is, maar ik had zoiets van, nou, dan eet ik toch liever een paar garnalen extra, want die vind ik lekkerder. Zo, nou, dat eten was echt super lekker. Veel wel, ik heb het niet helemaal opgekregen. En wat ik er nog vergeten was bij te vertellen, ik had er ook nog een beetje chilisaus overheen gedaan, want dan heb je toch een beetje iets meer smaak daaraan. Maar het was erg lekker. Ik heb de waterkoker, dacht ik, aangezet, want ik heb dus die thee gekocht en ik ga nu die erg dichtbij. Hi. Bananenthee uitproberen. Nou, dat ruikt ongeveer naar alles behalve naar banaan. Dat ruikt echt heel erg dropperig, zou ik bijna willen zeggen. Ik ben zo benieuwd naar. Ja, het is net of het salmiak drop is of zo. Ik heb toch wel goed gelezen dat het banaan was. Ja, bananenthee. Oh, straks de halve finale van Heel Holland Bakt, jongens. Ik ben echt zo benieuwd. Ik denk, ja, ik vermoed dat of Hanneke of Maroushka eruit gaat. En ik vind ze allebei leuk, maar stiekem hoop ik toch dat Hanneke doorgaat. Gewoon omdat niemand dat verwacht had. Nou, hoe vinden jullie deze mok? Die heb ik 4 jaar geleden, november 2014, was ik voor het laatst in Euro Disney met Robert en Laura, mijn broer en mijn zus. En toen heb ik deze gekocht. Die is van Alice in Wonderland. 3 kopjes in elkaar. Ik vond hem zo leuk. Nou, ik ga even kijken of ik een slokje kan nemen. Want nu ruik ik wel banaan. Oh ja, het is echt banaan. Oh, wat grappig, zeg.
Ja. Als er water bij is gekomen, dan is het wel banaan. Oh, ik vind het wel lekker eigenlijk. Hanneke is eruit. Toch wel een beetje jammer. Eerlijk gezegd. Dat is Suus. Die kijkt altijd dit eerste stukje met me mee. En dan zitten we te appen. En dan schakelt zij over naar Call the Midwife op BBC. En ze vroeg me nu of ik haar een beetje op de hoogte wilde houden. Dus ik heb even geappt wat er gebeurd was. Maar Hanneke eruit. Dat was toch wel jammer. Want die had de finale ook nog wel heel leuk kunnen maken, denk ik. Maar Marushka was beter. Dus ja, dan houdt het op. En Anna en Nicole zijn gewoon steengoed. Ik verwacht ook echt dat een van hen de winnaar zal zijn volgende week. Maar we gaan het zien. Kijken jullie het ook? En wat zijn jullie? Ja, laat me even weten. Vind ik wel leuk. Dan wordt het toch bijna tijd om naar bed te gaan. Het is nu 9:50, dus het zal niet gelijk zijn. Maar ik ga ook niet zo heel veel meer doen. Dus ik ga deze weekendvlog weer afsluiten. Bedankt voor het kijken. Doe je duim omhoog als je het een leuke video vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Want ik zit echt nu bijna op de 200. Dus dat zou ik heel leuk vinden om dat te halen. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog of in een extra video. Tot de volgende keer!